Ik ben Thijs en we zijn hier aan het opbouwen voor mijn show vanavond. Dus we zijn in het theater, in het Boom Chicago Theater, waar ik over een uurtje of twee helemaal los ga op het podium. Muziek doet heel veel met emoties van mensen. En daarom heb ik mijn show volgestopt met medleys. Medleys van oude hits, foute hits, goede hits. Mensen zingen mee met die medleys. En dat zorgt ervoor dat mensen in een positieve vibe komen de hele avond lang. Het opbouwen van mijn show is ontiegelijk veel sjouw en sleepwerk. Ik neem een gigantisch bord mee van 3x3 waar de naam van mijn show op staat. Ik sleep een trampoline mee en een compleet elektronisch drumstel. Maar ik hou er gewoon van om er een vette productie van te maken en om er een complete show van te maken. Dus het is het wel allemaal waard. Op een dag van een show leef ik op shakies. Ben ik toch een beetje gespannen, zenuwachtig en krijg ik niks naar binnen waar ik op moet kouwen. Dan maar shakies. Wat ik vanavond ga doen is een theatershow neerzetten, vol met muziek, humor, inspirerende verhalen, gênante anekdotes, waar dan vooral het publiek hard om kan lachen. En ik durf niet te claimen dat ik mensen inspireer, maar ik durf wel te claimen dat ik mensen een leuke avond bezorg. En als mensen ergens tijdens die avond geraakt zijn en geïnspireerd zijn om met hun droom aan de slag te gaan, ja, dan is voor mijn gevoel magie gecreëerd. En ja, tijdens die reis, dat drummen, dat is altijd gebleven. Dus ik hoop dat jullie het erg vinden. Maar ik heb mijn drumstel meegenomen vanavond. Als ik zelf drummen niet zou hebben, dan voel ik een leegte in mijn leven. Dat klinkt heel dramatisch, maar dat is het ook wel. En dat weet ik ook, want soms dan heb ik periodes gehad dat ik wat minder drumde of niet drumde. En dan voel ik gewoon iets aan me knagen van, hey, dit is het leven niet of zo, er mist iets. En dat vind ik heerlijk. Van de uitlaatklep in mijn leven. En drum is ook nog eens lekker fysiek. Je kan echt slaan, helemaal losgaan. Als ik alleen maar zou drummen, dan zou ik een stukje inhoud missen. Maar als ik alleen maar, zeg maar, de inspirerend spreker zou uithangen, dan zou ik, dat is niet speels genoeg voor mij. Dan mis ik gekkigheid, dan mis ik een lolletje. De vrijgezelle, sorry, wie riep dat? en jouw naam is? Roeland. Roeland. En jij zelf, jouw vrouw weet ook dat je zo in het... Oké. Jullie zijn getrouwd? Ja. Ik wil een avond magie creëren. Ik wil magische momenten creëren met de zaal. En dat kan naar mijn beleving niet als ik in mijn eentje een monoloog haal. Anderhalf of twee uur lang. Maar magie creëren kan alleen met elkaar. Dus tijdens mijn show wil ik eigenlijk het publiek het gevoel geven dat we het met elkaar hebben gecreëerd. En dat we die reis waar mijn show over gaat, dat we dat samen hebben doorgemaakt. Ik ben mijn bed uitgegaan in het midden van mijn kamertje. En ik weet niet of mensen van boven meekijken of zo. Ik weet niet of ik erin geloof, maar het voelde gewoon gênant. Ik voelde me gewoon voor lul staan, wie het ook kon zien. Maar goed, wij zijn hier met velen. Dus als we het gewoon allemaal doen, dan staan we niet zo voor lul. Dus ik wil het even met jullie doen. Het waren drie dingen die ik deed om mezelf in elk geval op dat moment weer iets beter te voelen. In mijn show is het niet zo dat ik van iedereen vragen om ook het leven op net zo'n hoog level te spelen als ik doe. Alleen wat ik heel leuk vind en heel mooi vind, is om in elk geval mensen datzelfde gevoel te geven wat ik zelf heb gehad op al die inspirerende bijeenkomsten. Van wauw, er is heel veel mogelijk in dit leven. En als je niets naar je zin hebt, er zijn oplossingen, er is een weg uit. En die zou ik graag, nou, die oplossingen reik ik mensen niet toe, maar het inzicht dat die er zijn en dat je iets van je leven kunt maken, gewoon die aanreiking mensen geven, dat vind ik heel bijzonder. En dat doe ik met mijn show. En ik liep daar door die grote gang. Ik had net bij het kopieerapparaat een procedure uitgeprint waar ik aan moest werken, waar ze toch helemaal niks mee deden. En ik liep toen door die gang terug naar de ruimte waar ik mocht werken. En ineens stond ik stil en besefte ik me,
Waar is mijn droom gebleven? Als ik mensen spreek aan het einde van mijn show, dan merk ik dat ze... Ja, dat ze over het algemeen gewoon extreem blij zijn. En dat komt denk ik omdat ze tijdens mijn show ook een beetje uit hun comfort moeten. Het is absoluut essentieel voor de rest van de avond dat ik een beetje weet waar in de zaal de vrijgezellen en de stelletjes zitten. En ik denk dat een stukje uit je comfort gaan, dat zorgt er juist wel voor dat je het avond intenser beleeft. Je mag nu gaan zitten als je niet echt gelukkig bent met de relatie waar je nu in zit. Tijdens mijn show doe ik heel veel met het publiek. Er is heel veel interactie. Ik neem het publiek soms een beetje in de maling. Man in de zaal, let op. Waar waren mijn vrijgezelle mannen? Tinder al geïnstalleerd in de pauze? Opletten. De verhalen die ik in mijn show vertel, die kunnen nogal eens heftig zijn. Of licht gênant en voor rode koontjes zorgen, zeg maar. Maar ik kan wel vertellen, ze zijn allemaal waar gebeurd. Ze zijn niet verzonnen. Zo'n grote fantasie heb ik niet. En ik besloot, oké, ik ga net zo lang de kracht laten toenemen totdat... En toen ineens... Komt die bal eruit? Zo groot! Dat is nog groter dan een pingpongbal! Als je mij zou vragen, oké, muziek, inspiratie en humor, dat zijn drie ingrediënten. Eentje moet eruit. Ja, dat is ongeveer de naarste vraag denkbaar die je aan mij zou kunnen stellen. Meer dan dit kan ik er niet van maken. Ik zou niet, is dat flauw als ik dat zeg? Ik wil niet kiezen. Ik neem mensen 2 uur lang mee op reis, op ontdekkingstocht. Mijn zoektocht naar geluk en succes in het leven. En die ontdekkingsreis heb ik op hilarische wijze samengevat.